Ja. En ik kan het even niet hebben, merk ik. Ik wil even wat met jullie bespreken. Ik moet het even kwijt. En waar zijn die verhalen? Die moeten gewoon veel meer gedeeld worden. En daarom ben ik ook zo blij met mijn vlog en jullie. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Het is een van de laatste zonnige dagen, denk ik. Dus nog even volop genieten. Hè? Mm-hmm. Ik heb eventjes een lekkere smoothie gemaakt voor ons allemaal met banaan, cactusvrucht, aardbeien en mango. En een beetje melk. Lekker? Om de dag mee te beginnen. Hoewel, het is al bijna 1:30. Maar anyway. Ik ga zo meteen eventjes naar Borent in Ypenburg, want ons keukenblad komt volgende week binnen. En door onvoorziene omstandigheden gaat de locatie waar we het blad op zouden slaan niet door. En dat brengt even wat extra spanning met ons mee, met zich mee. Want dat moet wel snel geregeld worden. Aangezien het super zwaar is en ze het dus komen brengen met grote vrachtwagen en heftruckje en zo. Papa, ja? Mag ik meer? Er is niet meer. Je hebt vol glas op. Wauw, je was wel heel teleurgesteld. Ik heb ook nog een beetje voor je, schat. Ga het even bijtappen bij oma. En bij mama. Kijk eens. Nu is het op, hè? Kijk. Bof komt. Lekker. Hè? Lekker, ja. En aangezien het hele pakket... Daar blijft Oké, ik ga even assisteren. We zijn inmiddels bij Borent in Ypenburg. Ik hoop dat zij een goede deal voor ons hebben. Want het zou toch erg vervelend zijn als we nu hele hoge kosten gaan hebben om het blad op te moeten slaan. Nou ja, wat moet dat moet. Het zal ook vast wel weer goed komen. Oh ja, en ik weet ook gelijk wat ik wilde vertellen. Jessie, die gaat steeds vaker niet zijn middagslaapje doen. En op zich is dat prima. Dat is natuurlijk een omslagpunt. Dat hij dat niet meer nodig heeft. Alleen nu hadden we hem dus van de week in bed gelegd. En toen stond hij ineens weer in de hal. Dus dat wilde zeggen dat hij in zijn eentje uit zijn bed is geklommen. En dit keer dus is blijven staan. En voor de eerste keer naar boven gelopen in zijn slaapzakje. Super schattig, want dan zegt hij: ik ben niet moe. Jessie niet moe, Jessie niet slapen. Jessie wakker. Nou, ik ga even rustig tv kijken of buiten spelen of wakker blijven dus. Dus dat is wel grappig. Hoort er allemaal bij. Trots gevoel om hem steeds groter te zien worden. En ook wel weer jammer dat hij zo snel niet meer zo'n schattig klein hummeltje is. Ik ga naar binnen. Hallo. Borent was niet echt wat we zochten. Het was en te klein. En wel heel aardige mensen. En wilden me wel helpen met eventueel het blad straks op het keukenblok zien te krijgen. Want dat is ook nog een heel dingetje. Want het blad is natuurlijk 200 kilo. En maar 2 centimeter dik. Dus het minste wiebelbeweging of zo, als we hem optillen, breekt hij gewoon in midden. Dus dat is wel echt iets wat we professioneel moeten laten doen misschien. Ja, maar hij wist zelfs niet eens wat. En hij verhuurt daar allerlei kranen en takels. En... Ja. Maar goed, dat is een dingetje voor later. We zoeken dus nog steeds verder. Ja. Waarschijnlijk gaan we naar mijn vader of naar mijn zus. Die hebben in ieder geval ruimte en ik moet gewoon heel snel kiezen, want die expediteur die moet het ook weten. En dan moeten de papieren in orde worden gemaakt. Ja. Dus niet heel handig. Ik heb nog wat gekit in de badkamer. Jessie heeft inderdaad dus geen... Zo! Ja, komt goed binnen, hè? Mooi. De diffuser die staat weer aan. Ja, lekker. Lekker geurtje. Moet ik zeggen, Jessie heeft niet geslapen inderdaad. En hij is nu dus knijtervervelend. Hij stond weer naast zijn bed, dus hij is gewoon uitgekropen. Ja. Ik ben wakker, ik ben nog
wakker, ik ben wakker. Ja, hij zit echt op de rand van slapen, niet slapen. En nu heeft hij uitgevonden hoe hij eruit moet komen. En hij wil gewoon niet slapen. Maar ja, dan moet hij gewoon s'avonds echt vroeger naar bed. Want hij is echt... Ja, hij is echt 10 handen vol. Hij is... Achter het behang te plakken af en toe. Oh, ik wou net zeggen, hij is niet... Ja, hij is wel vervelend, maar hij is niet... Hij luistert gewoon niet. Hij luistert gewoon niet, inderdaad. Dat is gewoon echt heel vervelend. En dan roept hij iets van, ik wil eten. Nou, dan geef je hem eten. En dan wil hij weer niet eten. En dan begint hij te krijsen. En ineens weer niet zijn schort aan. Niet zijn schort aan. Gooit zijn drinken. Als hij iets vraagt, niet doen. Ja. En ik kan het even niet hebben, merk ik. Het is pittig. Nee, want... Ik heb een beetje slecht geslapen. We zijn een dag verder. En... En dat blijft mama. Ik had gehoopt dat ik juist wat rust zou krijgen door zo'n gesprek met de plastische chirurg. Over mijn opties. Maar ik merk dat ik het niet allemaal op een rijtje heb. En het is toch anders dan we hadden gedacht. Hè. Het was eerst eigenlijk gewoon gebracht. Ja, huidbesparend. En ineens lijken alle opties dat ik denk, nou, ik vind er niks huidbesparends aan, zeg maar. En dan ja, de voor- en nadelen. En... Ja, ik heb vanmiddag nog geprobeerd even te slapen, maar uiteindelijk, ja, je hebt je ogen dicht, maar toch niet. Nee. Dus ja, pittig. Ik vind het, ja, het is gewoon veel om over na te denken en het is ook een grote beslissing, ja. Weet je wel, die je neemt. Ja, je, dus... kan, ja, je kan niet terug, zeg maar. Het is gewoon een eenmalige beslissing dat je denkt van ja. Ja, ja precies, weet je, ja. Maar je zus die komt, ja. We gaan zo lekker eten. We hebben heerlijk aan het koken. Ik heb een lekkere, nou ja, beetje Aziatisch gekruide risotto gemaakt met pak soi en parmezaanse kaas. Ik ga lekker broodje maken met parmaham. Oh, het gaat een beetje van links naar rechts. Ik heb gekarameliseerde ananas. En oh, die heb ik ook al uit de koelkast gehaald. Een gegrilde aubergine met munt en knoflook. Da-da-da-da-dam. En cherry tomaatjes met knoflook en basilicum. En nu is het wachten totdat de bel gaat. En dan kunnen we de tafel dekken. En ik heb wel honger, moet ik zeggen. En Jesse is nog even lekker buiten aan het spelen. Heerlijk. Het verhaaltje nog even terugluisteren en dan gewoon opschrijven. Ja. Voor wat nadelen. Ja, en daar gaat dan water en suiker bij en alcohol. En dan moet je 3 weken laten staan. En dan heb je een beetje. Ziet er mooi uit, schat. Ik ben niet meer gewend met je lange haren. Nee. Maar gisteren heerlijk een Domino's pizza te hebben gegeten, want mijn zus die had een coupon gewonnen op de radio. En Jesse was heel blij met pizza. Had geen slaapje gedaan. Hij was echt helemaal overstuur. Toen hij thuis kwam van de dagopvang. En daarna kwam hij heerlijk bij mij kroelen. Toen kwam hij helemaal tot rust. En toen de pizza er kwam, hebben we lekker gegeten. En we hebben een fiets gekocht voor Jesse. En de banden zijn lek. Dus we gaan even een nieuwe bandje kopen. Ik heb alles even aangedraaid en zo, dus dat zit wel goed. Maar gelukkig heeft hij deze nog. Ja? Ik ben er wel! Ja, ben er wel! Oh, Paul! Goed sturen. En pas op voor de poep. Ja, mooi. Dus we gaan even naar de fietsenwinkel. Goedemorgen. Ik wil even wat met jullie bespreken. Ik moet het even kwijt. Ik word echt helemaal naar van die berichten op internet, Facebook, al die magazines die over het algemeen continu maar de vervelende verhalen aan het delen zijn. De verhalen waarbij het niet goed is afgelopen. Weet je, zeker als patiënt, ik loop even naar een iets beter licht. Zeker als patiënt ben je gewoon heel erg op zoek naar positiviteit. De verhalen waar het wel goed bij afloopt. We lopen knijterhard te vechten om ook positief te blijven en te zijn. Zelfs de mensen die wel uitzaaiingen hebben. En dan heb ik het nu eventjes over borstkanker, maar het zal vast ook voor alle andere dingen gelden. En wat komt er dan telkens in het nieuws of waar wordt de aandacht aan besteed aan de situaties waar mensen dus wel aan bijvoorbeeld borstkanker overlijden.
He, dus dat overdachten dat ze schoon was en een jaar later, boem, uitzaaiingen. Dan denk ik, daar zitten we zo niet op te wachten. Waar, met alle respect natuurlijk naar alle nabestaanden, hè? Ik bedoel, uiteraard. Maar je wil juist de positieve verhalen. En het gaat ook zo vaak wel goed. En waar zijn die verhalen? Die moeten gewoon veel meer gedeeld worden. Want daar halen wij de kracht uit. Ik zat nu op Facebook en toen kwam dus de Wendy voorbij. En de Wendy magazine. En er was dus weer inderdaad een zus waarvan... De zus was overleden aan borstkanker. Ze dachten een jaar daarvoor nog dat ze schoon was verklaard. Hè, dat ze geen kanker meer had. Dan denk ik, als je dan zo'n bericht deelt, dan vind ik ook dat er meer diepgang in dat verhaal moet zitten. Dus hoe kan het dat iemand schoon is verklaard en vervolgens een jaar later ineens uitzaaiingen heeft? Hè, hebben ze iets over het hoofd gezien? Hebben ze onderbehandeld? Wat zijn de behandelingen die ze heeft gekregen? Want nu wordt alleen... Het emotionele verhaal wordt daar dan gedeeld en hoe kloten dat natuurlijk is. Maar geef ook informatie, zodat we daarvan kunnen leren. En dat wij ook weten wat daar, waar we op moeten letten of waar er iets aan gedaan kan worden. Want alleen maar zeggen van ja, en een jaar later hadden ze ineens uitzaaiingen. Daar worden we alleen maar angstig van. En daar zitten we gewoon echt niet op te wachten. Op dit moment... zit ik zelf ook gewoon echt ontzettend te malen de hele tijd. Maar over die borstreconstructie, ik word er helemaal gek van. Ik vind het gewoon super heftig om zo'n operatie überhaupt te ondergaan. Want ik heb wel een curettage gehad en een lissexisie. Maar dat zijn allemaal wat inwendige dingen. En ik denk, nou, het zal wel. Maar als je dan nu die plaatjes opzoekt... Van de reconstructies en zo, nou, dat wordt niet lekker. Dat mensen daar al liggen alsof ze al er niet meer zijn, zeg maar, helemaal open gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel allemaal voor een heel mooi doel. En wat ze tegenwoordig ook allemaal aan mooie dingen kunnen maken. Dan denk ik, ja, poeh. Hè? Dus dan zit je zelf al een beetje in zo'n heftige tijd. Dat je denkt van, man. Welke keuze moet ik maken? En als ik geopereerd word, alsjeblieft haal die titel af. Ik wil gewoon kankervrij zijn. Maar ja, wat is dan kankervrij, hè? Blijkbaar. Dan mag je ook 6 weken niet tillen. Hoe gaan we dat doen met mijn zoontje? Nou ja, al dat soort dingen. Dus we proberen zoveel mogelijk positief te zijn. En dat ben ik ook. Maar er zijn ook situaties waarvan je echt even in een dip zit. En dan komen weer dat soort berichten voorbij. En dan denk ik, ja... Ik vind gewoon echt dat er in de media veel meer aandacht moet worden besteed aan alle positieve verhalen. En ik snap het, hè, want de mensen die positief behandeld zijn, die willen gewoon door met hun leven. En die willen het er eigenlijk niet meer over hebben. Maar we need you. We hebben je echt nodig. Want we willen vooruitkijken en we willen positief verhaal. En daarom ben ik ook zo blij met mijn vlog en jullie... Want jullie geven mij heel veel kracht en positiviteit. En krijg ik ook eigenlijk over het algemeen alleen maar verhalen te horen waarbij het goed afgelopen is. En een enkeling misschien niet, maar heel, heel veel wel. En ja, dat vind ik echt geweldig. Maar ik vind serieus dat daar veel meer aandacht aan moet worden besteed. En ik denk dat ik ga proberen om daar meer media aandacht voor te krijgen. Want... ja, wat ik al zeg, we hebben dit gewoon nodig. Waar je naartoe wil. Wow, kijk hem eens gaan op zijn fietsje, zeg. Goed zo, naar voren kijken, hè. Kijk uit, niet tegen de auto aan. Naar voren kijken waar je naartoe wil. Nee, rechts. Wow, ga maar oma achterna. Goed zo. Doortrappen. Ja. Ja, dit kan ook, maar dit is minder handig, schat. Kijk, echt. Laten we de vlog eens even weer gezellig afsluiten. Namelijk, we zijn een stukje verder met de badkamer. En dit keer geen getier, geen gezeik. Kijk eens. Tada! En hij is best wel vet. Want, kijk, hij geeft dus aan waar alles voor is. Dus ook met een plaatje.
En we zullen dadelijk laten zien dat hij hier ook wat op aangeeft. Dit is aan en uit, warmte. Hier kan je gewoon... Oep! En die. En die. Oh! Nou, schat. Doe jij het eens even presenteren. Ik zet nu de regendouche aan. Daar komt ie hoor. Oh. Lekker straaltje ook. Ja, dat is echt wel top, hè? Ja. Volgens het display is het nu 34 graden. En zijn we al 13 seconden aan de douche. Ja, hij geeft ook aan hoe lang je al aan de douche bent. Oké. Okay. Laat de andere eens zien. Jazeker. Ik ben vandaag met de honden naar het bos geweest. Ja. Klinkt heel ongeloofwaardig natuurlijk. Dus ik wil even mijn voeten wassen. Yes. Oh ja, die had ik nog. Ja. Ik heb vandaag Jesse in de speeltuin losgelaten en hij heeft allemaal zand in zijn haar. Dat wil ik even afwassen. Oh, shit. Jammer. Ja. Of René is stout geweest. Ik wil even nat maken. Ik heb de camera in mijn hand, hè. Dat is ook geluk. En die kan je ook nog omhoog. Ja. Ik heb gisteren al mijn haar gewassen. Dus ik wil vandaag niet nog een keer mijn haar wassen. Nee. Maar alleen mijn lichaam. Dus ik zet hem eventjes. Even kijken hoor. Ik zal het niet in de war raken. Maar die kan eigenlijk, deze kan eigenlijk gewoon aan blijven staan. Dat is handig. Maar ik wil ook niet wat nat worden. Ta ta ta. Dan zal ik even het display laten. Hier zit dus ook gewoon nog een. Ja. Want hij alleen de middelste gebruikt. Ja. Nou, het is toch fantastisch. Kijk, en dit doet me denken aan die tv-reclame van van Telcel. Kijk. Heeft u hem thuis ook al? Hij staat al 5-6 seconden aan. Op deze graden. En dan zie je dan als het goed is ook op een gegeven moment omhoog gaan qua graden op waar je hem hebt gezet. Nou. Hey Matawawi. Ik zie u denken, hoe lang sta ik onder? 16 seconden. Nou, vond je dit weer een toffe vlog? Ben je het met ons eens? Vond je dit leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En we horen weer heel graag van jullie. Tot de volgende vlog. Ciao. When I'm with you.